Ieder jaar komt het uur van de waarheid. De grote strijd tussen een prachtig oud exemplaar uit Lips Autotron en een stoomtrein. 24 kilometer moet overbrugd worden tussen Tilburg-West en Baarle-Nassau door twee antieke middelen van vervoer die elkaar geen duimbreed willen toegeven. Dit jaar voor de 7e keer wordt de strijd aangebonden. Op de stoomtrein is het machinist Ton Vogels die zijn ijzeren ros het vuur na aan de schenen legt. Walter de Munnik van Autotron activeert een Stanley Steamer uit 1910. Een stoomauto die op kerosine loopt. Passagiers maken de spannende race mee, waarbij de trein vooralsnog de beste papieren heeft. Dat wil zeggen een kampioensbewijs en een wisselbeker van vorig jaar. De vierwieler is op wraak belust en schuwt geen middel om als eerste het eindpunt te bereiken. Een saboterende snoodaard als handlanger van Blij dat ik rij. Op infame wijze wordt al dus gepoogd het openbaar vervoer achter te stellen bij het particuliere autobezit. Machinist Ton Vogels heeft het nakijken als de saboteur zich uit de voeten maakt. Hij zal moeten ervaren dat het de jurerende passagiers in de trein volstrekt is ontgaan welke laffe daad er door de autocollaborateur is gepleegd. Na het oor op de rail te luisteren te hebben gelegd, begrijpen de ontspoorde autocoureurs dat de lage list is gelukt. De trein is op achterstand gezet. Het openbaar vervoer heeft het moeten afleggen. Maar dat alles kon niet verhinderen dat het publiek, na alle regen, ook eens stoom kon afblazen, want het was een zeldzame zonnige zomerdag.